Nanner, goedemorgen. We hebben de koffie op, heerlijk. Maar wij willen eens even kijken naar 2020 met jou. Want hoe is dat voor jou geweest? Nou, 2020 was best wel een heel bewogen jaar voor mij. Dit jaar ben ik met pensioen gegaan. Dat is natuurlijk al heel wat, maar dan krijg je die leeftijd, dus je wordt er niet jonger op. Nou, ten tweede heb ik in die tijd dat ik al bij huis ben, heb ik dit huis gebouwd waar we nu zitten. Dus er is best bewerkelijk, heel veel werk aan gehad, dus die is lekker nu klaar. En we hebben natuurlijk al die andere dingen wat er allemaal meespeelt, dat is natuurlijk het Hart van Oosterwolde, die superloterij, en er zijn er heel veel dingen, Dordrebelang. Er zijn heel veel dingen om op te noemen, Nanny. Nou, nu is het natuurlijk weer kersttijd en normaal stond je lekker tussen de kerstbomen. En ik hoorde wel eens dat mensen speciaal voor jou naar het Mulligen kwamen. Hoe is het om daar nu niet bij betrokken te zijn? Nou goed, ik heb 20 jaar bij het Mulligen gewerkt en echt met heel veel genoegen heb ik bij Mulligen heel fijn. Ik had een mooie vrije baan daar. En heel veel mensen die kenden mij natuurlijk, omdat ik in de omgeving heel veel verenigingen zat. Dus dan heb je heel veel mensen die komen dan voor jou. Nou, dat was altijd heel leuk. De kerstperiode, wat je daar net over hebt, was ook heel erg mooi. Dan zeiden sommige mensen wel van, nou, hoe kan het nou? Ik kom er aanlopen en je hebt mijn boom alvast die je voor mij hebt klaargelegd. Hoe kan dat? Ik zei, ja, maar goed, op een gegeven moment ken je je klanten. Dus nou goed, dat mis ik allemaal wel een beetje. Mijn broer en de collega al die tijd, hè? En dat was altijd heel erg leuk. Dus ik heb altijd een fantastische tijd gehad. Maar ja, gehoord, het is een tijd van komen en een tijd van gaan. En tijd van gaan is nu gekomen. Dus ja, dan zijn er weer andere dingen in het leven. Nu hoor ik vaak, Nanne, dat je altijd vrolijk bent. Hoe lukt je dat toch? Dat zit in de genen, dat zit gewoon in je. Dat leer je niet, dat heb je gewoon. Dus ja goed, dat is een aangeboren iets, vrolijk zijn. Ik hou ook van, ik hou van mensen. En dan denk van, als je van mensen houdt, ben je over het algemeen wel vrolijk van jezelf, denk ik. Dus dat is misschien de achterliggende gedachte. Ja. Zou geen andere antwoord erop kunnen geven. Nee, want je houdt van mensen, maar die coronatijd, dat was toch allemaal wat meer afstandelijk en al dat soort dingen. Nou. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, dat vond ik wel heel erg moeilijk, want ik ben wel een, van mezelf wel een knuffelbeer, zeg maar. Laten we gewoon zeggen zoals het is. En ik hoop wel van af en toe mensen aanraken, dat zit gewoon in me. Dat heb je ook vaak met mensen die zo zijn, die vrolijk zijn en opgeruimd. En dat zijn toch een beetje zulke soort mensen die dat zijn. Dus dat valt niet altijd mee, viel wel eens tegen, ook in de coronatijd toen ik naar Bert Mulligen de laatste maanden zat. Dus ja, en het afscheid was ook niet erg leuk, omdat je niet allemaal afscheid kon nemen van mensen. Maar als ik keek, de dag dat ik afscheid nam, wat ik nou gekregen, auto's vol gekregen van de klanten, die kwam allemaal een flesje wijn brengen, die kwam dit, die kwam dat brengen. Nou, ik was helemaal perplex. Nou, toen kwam ik thuis en we konden natuurlijk daar geen groot feest over. Nou, toen had mevrouw voor in huis gezorgd, achter in de tuin, met de kinderen en kleinkinderen. Hadden ze een pannenkoekenwagen besteld en alles. Nou, dan hebben we een groot feest gehad, tot 's avonds. Dus dat was fantastisch leuk. En als we het nou hebben over 2021 en over Oosterwolde, wat komt er dan bij jou op? Nou, allereerst komt bij me op de corona natuurlijk, waar nu midden in leven, we worden er wel een beetje zat van. Ook op tv, elke avond gaat erover. We zijn er een beetje beu van, dat snap ik. Maar we moeten dit overwinnen en dan hoop ik dat wij halverwege volgend jaar helemaal er klaar mee zijn. Nou, over 2021 gezien hopen wij dat wij straks in Oosterwolde, natuurlijk met het Hart van Oosterwolde gaan beginnen, de eerste schep in de grond. Waar we jarenlang voor gestreden hebben. Er zijn natuurlijk voorstanders en tegenstanders, die hou je altijd, heb je in elke kern. Volgend jaar hoop ik ook dat dan de woningbouw gaat starten. Oosterwolde krijgt een jump qua woningbouw de komende 10 jaar. Er komen 140 woningen bij. Dat is heel erg veel voor Oosterwolde. Nou, en dan krijg je natuurlijk een uitbreiding voor de scholen. Wat zie je in de buurt? Overal, scholen gaan fuseren. Maar in Oosterwolde moet een naar andere leslokaal bijgebouwd worden. Want zoveel kinderen zijn hier. En dan zal ik je nog een nieuwtje vertellen. Oosterwolde is het jongste dorp qua leeftijd van Nederland, wat heel veel mensen helemaal niet weten. Want heel veel dorpen vergrijzen en dit dorp in Oosterwolde, die stijgt alleen maar qua jeugd. Dus dat is gewoon heel apart. Is er een hele grote loterij hier? Hoe loopt het? Nou, de loterij vinden wij dat helemaal niet verkeerd loopt. Maar ik vind nog niet dat het tegen, als ik kijk naar de cijfers wat hier in de omtrek verkocht is, daar ben ik echt verbaasd over. Want ja, de Veluwnaar is natuurlijk wel iemand die vaak een beetje op zijn geld zit.
Maar daar ben ik heel tevreden over. Nou, we moeten een beetje dit landelijk aangepakken. En daarom komt er vandaag en morgen komt er een heel stuk in het Landelijk Dagblad De Trouw. Die 100.000 vaste abonnees hebben, komen een heel mooi stuk in. En dan gaan we het ook promoten en we gaan het nog verder promoten voor de komende tijd, hopen wij. Dus we gaan gewoon even afwachten wat voor besluiten we vanmiddag gaan nemen over de loterij. Het is natuurlijk ontzettend veel grote prijs. Nou, een vakantiewoning, een auto, een boot, elektrische fietsen, elektrische scooters. Je hebt te veel om op te noemen. En waarom hebben jullie die loterij georganiseerd? Nou, we kregen toen met de opdracht mee, toen met de gemeente, toen wij dat ze geld beschikbaar stelden voor dat grote project Hart van Oosterwolde, kregen we de opdracht dat we daar anderhalf ton zelf moesten bijdragen aan de bevolking van Oosterwolde. Nou, toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken gedaan, hoe gaan we dat aanvliegen? Nou, en we willen graag iedereen meer laten profiteren en laten ze er goed van doordacht zijn. Dit is een loterij voor alle verenigingen van Oosterwolde. Dus niet alleen voor VSO, voor VSO, voor FIT, voor David, voor de Schulclub, voor de Dartclub. Alle verenigingen die zijn aangesloten bij de Heert gaan ervan profiteren als die loterij een groot succes gaat worden. Dus dan kunnen ze bij ons geld aanvragen en dan doneren wij dat geld naar de vereniging toe. Dus iedereen gaat profiteren van die loterij. Nou Nanne, dan wens ik je alle goeds voor 2021. En succes met alles wat je nu nog weer gaat doen. Ja, ik wens ook iedereen een heel, heel gelukkig nieuwjaar natuurlijk voor 2021. Dat we allemaal hier, vooral in de gemeente Oldebroek en de omgeving, de corona vrij blijven. Dat we geen mensen gaan ontvallen. Dat we gewoon een fijne toekomst tegemoet gaan weer voor 2021. En dat we volgend jaar het corona onder de duim krijgen. Dat zou mijn wens zijn.